Ze haalde haar toverstaf uit haar wapperende zwarte mantel. De kinderen versteenden toen ze dat magische werktuig zagen. En gezien het feit dat ze al versteend waren toen ze mevrouw Tulbond zagen, kun je zeggen dat ze nu dubbel versteend waren. Hier ga ik heel veel plezier aan beleven, zei mevrouw Tulbond. Maar jullie absoluut niet. Ik heb vandaag nog helemaal geen ongehoorzame kinderen kunnen straffen. Ik was van plan om dat irritante jongetje van een Simon Snotje in een of andere slak te veranderen, maar mijn staf blokkeerde. Met één wijd open onderzoekend oog bekeek mevrouw Tulbond haar toverstaf van onder tot boven. Maar nu doet hij het volgens mij weer. Zal ik hem eens uitproberen? En daarna hief mevrouw Tulbond haar staf boven haar hoofd, liet hem naar beneden zwiepen en schreeuwde Incantium nil pardium. Een helle flits van paars vuur spat uit het topje van de toverstaf van mevrouw Tulbond en schoot op de arme, gillende symfonie af. Net als iedereen die geconfronteerd wordt met scherpe, flitsende paarse tovervlammen, schermden ook Kipper en Tobias hun gezichten af. Toen ze het seconde later hun armen weer lieten zakken, zagen ze het tevreden gezicht van mevrouw Tulbond en op de plek waar een paar tellen geleden symfonie nog had gestaan, onthulde de optrekkende paarse rook een baby nijlpaard dat een behoorlijk verraste blik op haar bolle gezichtjes had. Een baby nijlpaard dat symfonies bril droeg en haar schooltas. Welkom bij de vierde aflevering alweer van de Leesdetectives. En wij hebben voor jullie een vierde boek. En het vierde boek is een ongelooflijke vreemde voorval in Bizarria. Sander, zou jij, omdat jij pas hebt gelezen, een korte samenvatting kunnen geven van dit boek? Een korte Nadat we natuurlijk hebben geluisterd naar specificaties. We hebben het vandaag over het boek Het ongelooflijk vreemde voorval in Bizarria. Het is geschreven door de Australiër Adam Ceesay. Het boek werd voor het eerst uitgegeven in 2019. We raden het aan voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De uitgeverij is Lenou en de illustrator is Helene Brulot. Of Brulot. Ja, daar ben ik weer. Een korte samenvatting. Even kijken. Wat een cliffhanger was dat. Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat ze zelfs gewoon de specificaties niet hebben doorgeklikt thuis. om dit te weten wat de samenvatting is van het boek. Nee, het, nu school is ook door, denk ik. Het ongelooflijk vreemde voorval in Bizarria, dat gaat eigenlijk over drie kinderen die in een hele vreemde stad wonen. Het zegt eigenlijk al Bizarria, waar echt de meest gekke dingen gebeuren. En ik moet ook zeggen dat de schrijver daar heel creatief in is geweest om de meest gekke dingen te bedenken. En daar gebeurt opeens iets heel vreemds, want mensen gaan normaal doen. Ze drinken gewoon een kopje thee en een kopje koffie in plaats van dat ze ondersteboven in huis aan bij wijze van spreken. Yeah. Dus dat is het vreemde voorval dat zich aan het begin van het boek voordoet. Mm-hmm. En dan is natuurlijk de vraag, wat is in vredesnaam aan de hand? Waarom gaan mensen opeens normaal doen? Ik hang aan je lippen. Ja, ja, ik zou het zo weer lezen. Sander, wat als je nou gaat kijken, zou je nog vreemdere dingen kunnen bedenken dan in het boek voorkomen? Of denk je nou dat Nee, het is wat ik zeg. Ik denk dat de schrijver, Engelse schrijver trouwens, is naar het Nederlands vertaald. Ik denk dat de schrijver wel heel goed zijn best heeft gedaan om hele vreemde dingen te bedenken. Okay. En daar neem ik ook wel mijn spreekwoordelijke petje voor af. En kan je een voorbeeld geven van iets wat je denkt, nou dat vind ik echt... Nou ja, het ging dan op een gegeven moment over dat er een man was die leefde met een zandloper van 3 minuten. Oh ja. Die deed alles aan de hand van een zandloper van 3 minuten. Uh-huh. Of je nou boodschappen ging doen, ging koken of naar zijn werk ging, wat een kwartier duurde normaal. Dat doet hij nu in 3 minuten. Ja. Het is een soort aandoening, zou je bijna kunnen zeggen, voor een 3 minuten zandloper. Ja, en dan bijvoorbeeld de troll, die supergoed is in wiskunde. Die is ook al er ook weer voor, ja. Ja. Een heks die juf is. Dat kennen we allemaal natuurlijk. Ja. Dus super. Ga denk ik naar de volgende rubriek, of niet? Ik heb nu vooral natuurlijk mijn mening gegeven. Ja. Tenminste, kort samengevat waar het boek over gaat. Ja. Hoe is het bij jou blijven hangen, Bizarria? Het boek. Nou, het is natuurlijk niet het enige boek over Bizarria. Nee, maar... het tweede boek heb ik nog niet gelezen, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het eerste boek wat bij mij is blijven hangen, is dat het concept vind ik heel erg leuk. Dus waar het om gaat, is eigenlijk het grote verhaal. Het gaat natuurlijk over een stad die zo anders is... dat daar eigenlijk alleen maar mensen in voorkomen die eigenlijk meer gek zijn dan dat ze normaal zijn. Ja. En dat vind ik een heel erg leuk concept. Ja, en vandaaruit over gekke mensen te lezen. Ja, dus een boek over jou zou niet meer staan. Ik denk dat het een bestseller is. Hoe zou je het noemen?
Ja, nou, dat Bysandria. Is een kijkersvraag. Maar het, is, het concept is heel erg leuk. En heel erg vlot en leuk. En ik denk ook wel dat het, wat ik heel erg grappig vind, is dat hij soms heel erg lang zijn tijd neemt om een grapje te maken. Dat vind ik grappig in het boek. Dus, dat, dus het is vooral ook een boek als je het leuk vindt om grapjes te lezen. Ja, ja, dat vind ik leuk. Ja, en dat was inderdaad iets waar ik wat minder enthousiast over was. Ja. Het is een leuk verhaal, maar door die grapjes die hij lang uitlegt, haalt hij het tempo eruit. Ja. Dus dat betekent, dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze op een gegeven moment in, een, in het verhaal tillen de kinderen iets heel zwaars op. Wat belangrijk is in het verhaal. Alleen dat doen ze niet door eerst door hun knieën te buigen en netjes hun rug recht te houden. Wat, nee. wat je moet doen om je rug te sparen. En de schrijver die gaat het vervolgens uitleggen. Dus ze tilt iets op en dan komt er eigenlijk een hele bladzijde waarin de schrijver uitlegt. Nou, ik bedoel natuurlijk niet dat kinderen het zo moeten optillen. En ik wil niet dat ouders op mijn dak komen. Dat de kinderen aanleren om verkeerd te tillen, et cetera, et cetera. En ik snap dat als grap. En het is ook een leuke schrijfstijl. Maar ik denk als je ervan houdt om een beetje... Mm-hmm. snel naar het einde te racen en de spanning erin te houden. Het haalt een soort die spanning weg. Ja. Dus je hebt een spanning opbouwen in het verhaal. En door zijn grap is dat weg. En moet je er weer in komen. Ja. En dat vind ik niet altijd even geslaagd. Nee, ik wel. Ik vind dat heel erg grappig. Ik vind het heel erg leuk. Nou, we gaan naar de volgende rubriek. Tag a boek. Zal Sander, ik dit keer beginnen? Mag beginnen. Niet in beeld komen. Nee, want jij nog steeds geen bakje geknutseld. Dat zou jij in aflevering 1 doen. Niet. Makkelijk. Is het een makkelijk boek? Ja, dat denk ik. Het is, voor mij is het heel toegankelijk. Dat is het, denk ik. Ik denk dat heel veel kinderen het leuk zouden vinden om dit te lezen. En ik denk dat het wel een opstap is na Leven een Loser bijvoorbeeld. Dat je dat, dit weer kan lezen. Dus hou je daarvan, dan kan je dit, is dit je soort je tweede stap om, om richting gewoon echte boeken te gaan lezen. Ja. Dus en even kijken, maar het is natuurlijk heel erg luchtig. Ja, die verhaal. Als heel erg luchtig. Ik denk dat het verhaal zich leent om spannend te zijn, maar het is geen spannend boek. Het is echt puur humor. Met het vreemde, een humoristisch boek. Ja, het is ook wel een beetje absurde humor. Ja. Een beetje vreemd ook. Ja, dat vind ik wel leuk. Het is makkelijk om te lezen, lage instapdrempel en echt heel erg op humor gericht. Ja, dus ik zou makkelijk zou ik erin zetten. Okay. Ja. Zo. Even goed pakken hoor. Kijk hoor, muzikaal. Muzikaal. Nou, hé, hey, een van de hoofdpersonen heeft symfonie. Ja, dat klopt. Maar dat schrijf je anders. Oh. Belangrijk om te weten. Of ik het muzikaal zou vinden. Nee, ik denk niet dat ik het muzikaal... Ik ook niet. Er zit ook geen vreemd voorval wat muzikaal is. Dat is wel jammer. Nou, dat had ik wel leuk gevonden. Wat ik ook jammer vind, is dat het enige die ik pak vandaag, dat ik die wel mag weggooien dan. Ja. Ja. Ja, het is niet anders. Maar het leven is hard. Het leven is wel hard. Maar dan kun je wel weer in de slow-mo ook, zo je terugzien hoe ik het weggooi. Dat is waar. En dat is het hoogpunt. Kijk, nou, die zo. Moeten we straks nog even terugzoeken. Ja. We zijn hier niet voor vanavond weg. Zit ergens tussen de bank gefrommeld. Ja. Dus, nee, het is geen muzikaal. Een hele lange aflevering. Nou, zeker. Nou, zo. Slaapverwekkend. Nou, dat kan ik absoluut niet opplakken. Ja, nee, je loopt net helemaal te vertellen dat je... Ja, het springt van de hak op de tak. Dat je, het slaapverwekkend vindt dat de schrijver een bladzijde... Nee, je haalt het tempo eruit. Ja, dus... En vooral je focus. Maar het is niet dat je daar... Het houdt je ergens ook weer scherp. Ja. Want je schakelt continu. Ja, alleen ik vind het zonde dat die tank telkens van de originele verhaallijn... Ja. Ik vind het niet slaapverwekkend. Aflijkt. Nee? Nee. Dan kan die weg. Ja. Dat is beter, hè? Losse pols. Ik zag het, ja. Ja. Prachtig. Dank je. We gaan naar de conclusie. De conclusie. Pakken we er weer bij. Ik durf ook eigenlijk niet in de conclusie de achternaam van deze schrijver uit te spreken. Nee, ik ook niet. We zijn al een keertje de mis in gegaan, hè? Daarom, Yannick. De schrijver van dit boek. Nou ja, het zou kunnen zijn, kijk... Wie is dat ook alweer? Adam, denk ik. Ja, ik deed dat zijn voornaam, dat Adam is wel goed. Adam, noem hem Adam. Adam, Tje, CC, CC. Ja. Die heeft dit boek geschreven en zou je het aanraden? En ja. Voor wie? Ik zou het aanraden voor kinderen die houden van humoristische boeken. En die een beetje houden van absurde verhalen. Ja.
Ja, dat vind ik leuk. Wat bedoel je met absurd? Dat je denkt van... Het kan natuurlijk nooit echt zo zijn. Maar het is wel heel groot opgezet. Dus wel een beetje dikte bovenop ligt alles. Dus kinderen met een hele rijke fantasie. Ja, dat is beter verwoord, dank je. Ja, dat is een soort kwaliteit van mij. En even kijken. Wat zou jij zeggen? Nou, wat ik net al heb gezegd, als je echt houdt van spanning, of in ieder geval gewoon duidelijk verhaal, van het begint hier en het eindigt daar, ja. Zonder dat ik allemaal tussenstops heb, ja. Waar ik wat minder met het verhaal te maken heeft, dan zou ik het absoluut niet lezen. Nee. En ook niet als je... Je leert ook een beetje de schrijver kennen in het boek, want hij gaat uitleggen van, nou, ik heb het zo opgeschreven met een soort grap. Ja. Als je denkt van, ik wil er helemaal niet mee te maken hebben, ik wil gewoon een verhaal hebben, dan is dit niet een geschikt boek. Nee. Maar inderdaad heb je gezegd, hou je van heel erg humoristische boeken, absurd, en spring van de hak op de tak, dan is het zeker een aanrader, want daar blinkt het in uit. Ja, maar je ziet het ook in hoe wij praten. Jij gaat ook heel erg van hier tot daar, en dat moet dat toch zo. En ik ga toch soms ook wel hier en daar. Ja, dat klopt. Misschien dat het dus ook wel gewoon een stijl is. Ja. En er is ook, om daar dan even mee af te sluiten, we zeiden het in het begin al eventjes tegen elkaar, dat er een vervolg is. Ja. Enge voorval. Ja. Misschien moet ik dat dan gaan lezen. Aan de ene kant, want ik hou van enge boeken. Ja. Maar misschien ga ik mezelf dan weer een beetje straffen. Zou je het gaan lezen? Eng ligt me heel erg. Uh-huh. Maar als u de schrijver gaat natuurlijk ongetwijfeld weer van de hak op de dak springen. Het zal hetzelfde stijl zijn. Ik heb in ieder geval voor mezelf gemerkt dat dat niet mijn favoriete manier van lezen is. Ik ga het sowieso lezen. Dus dan komen we waarschijnlijk nog terug. Met ongeveer dezelfde standpunt. Of niet. Misschien ga ik helemaal overstag. Of gaat Janiek helemaal overstag. Dat heeft toch helemaal geen zin. Maar lees als je het houdt van leuke en gezellige en grappige boeken. Yes. Het ongelooflijke vreemde voorval in Bizarria. Door de leesdetectors. Van uitgeverij Lano. Lano? Lanou.